En vanmiddag moet jij drummen, Piet? Ja. Ja. Vanmiddag gaat de beuk erin. Ja. Inderdaad, drummelen. Dat is ook wel een passie van je. Waarom doe je dat nooit bij DVS? Ik gewoon met zo'n trommel op de tribune. Ja, een beetje sfeer. En daar gaan we dan. We krijgen nou toch een stelletje bij mij in de auto. Dat is DVS TV zelf. Oh, die jongens die staan daar al klaar. Nou, dit is een mooi stelletje hoor. Even die alarm eraf. Zo, dat is ook weer gebeurd. Dan moet je toch een hoop dingen aan denken als je aan het autorijden bent. Dat is ongelooflijk. Ja. Dan staat het hele clubje klaar. Benieuwd wat hier allemaal uitkomt. Hoor. Er is een hoop wijsheden komen hier ongetwijfeld uit. Zo boys. Zo Piet. Hier komen. Hallo Piet. Alles goed met de boys? Zeker weten. De deur moet wel dicht, lekker. Ja, de deur dicht is handig. Zo. Nou, gewoon weer even een eindje rie. Je neemt niet zo mooi weer mee, Piet. Hey. Nee, slecht hè? Ja. Oh, heel bijzonder. Man. Ja. Allereerst Maarten, gefeliciteerd met je dochter. Dankjewel. Fantastisch. Maudie vandaag 4. 4 jaar. Wow. Ja. Dat is een leeftijd alweer hoor. Ja, dat klopt. En ik zou je verzekeren jongen, het gaat super snel. Oké, je gooit er even een cliché in. Ja, een clichétje. Ja, lekker. Nee, dat kan me voorstellen. Dat gaat natuurlijk ook wel heel snel. Dus, ja, zeker. Ja. Wouter, goede nacht gehad. Ja, een beetje kunnen doorslapen gelukkig. Ja? Mooi, hè? Dus Milou begint al goed mee te werken. Ja, ze werkt goed mee. Dus mooi zo. Dat scheelt. Helemaal top. Helemaal prima. Hebben we nog een leuke route, jongens? Ja, dus een keer wat anders dan die parallel, hè? Ja. Helemaal een paar keer. Echt? Ja, wat zullen we doen? Ja? Gewoon linksaf hier zo. Ja, linksaf. Oh, linksaf, hè? Richting de Tolweg of zo. Ja, nou, gaan we doen. Nou, oké. De boel beslaat, Piet. De boel beslaat ietsje, ietsje. Ja. Meestal heb je maar één persoon in de auto, hè? Ja, ook dat. Hé, maar vertel Piet, waarom moeten wij met jou meerijden? Want het was jouw idee natuurlijk. Ja, kijk, het is natuurlijk overduidelijk dat de DVS supporters, dat die recht hebben op toch wel enige informatie over de DVS TV-ploeg. En Maarten, jij zit in die TV-ploeg nog niet zo heel erg lang. Nou, maar, langzaam maar zeker begin je toch wel je stempel een beetje te drukken, of niet? Dat is natuurlijk wel heel lang. Ja, hè? Dat klopt. Wat doe ik allemaal? Monteren. Ik heb gezorgd dat we eigenlijk altijd livestream hebben. Dat doen we natuurlijk wel samen, maar ik heb wel de techniek een beetje geregeld samen met Lex. Ja. En met André de thuiswedstrijden commentaar. Dus dat is hartstikke leuk om te doen. Ja. En Lex, dit hadden we niet kunnen bevroeden hè, toen jij aankwam lopen bij DVS zo van, hebben jullie misschien wel een cameramannetje nodig? Hè? Ja, ik zie hem nog zo staan, die advertentie, op de site. Ik denk nou, en ik filmde toen op dat moment bij Hierden. Ja. Ik denk, we gaan weer terug naar DVS. En dat is al zevende seizoen. Zevende seizoen? Zeven al. Hey, en kun jij een topmoment herinneren als cameraman zijnde? Wat was het topmoment voor jou? Ja, mijn topmoment en ik denk ook jouw topmoment. Ja. Dat was toch wel de kampioenswedstrijd in Urk. Ja. Wie had dat verwacht? Wel ongelooflijk, hè? Eerst op die boot. Ja, eerst op de boot. Ja. Het bekende interview met Kokkie. Ja. Ja, en daarna de wedstrijd. Ja, dat was fantastisch natuurlijk. Helemaal te gek. Ja. Ja, een huilende Piet. En een huilende Piet, ja. Ik was toen zeer emotioneel. Ja, eigenlijk kwam dat omdat het zo onverwacht kwam. Dat was de reden waarom het je zo raakte? Was het meer... Waarom werd jij er emotioneel van? Emotioneel natuurlijk door die onverwachte tussenstanden in Harkema. Ja. Harkema's de boys, Flevo Boys was dat toen. Ja.
nou, en ik denk, nee, dit kan helemaal niet, weet je wel. En dan vervolgens de hectiek van die laatste weken, dat het met de spelersgroep en de trainer Jan Veldhuizen helemaal niet boterde, weet je wel. En dat die groep dat dan toch oppakt en gewoon kampioen geworden is. Ja, het is echt ongelooflijk. Hè? Ja, we kijken even achter ons of er niet file hierheen kwijt. Ja, precies. Maar ik mag hier maar zes. Dat waren echt fantastische momenten. Ja, dat was echt veld op. Ja. Maar jongens, we zitten toch vol met fantastische momenten. We hebben toch prachtige jaren gehad. Nee, absoluut. Ik heb het idee dat het DVS-publiek dat soms wel eens vergeet. Hè? Dat ze een beetje kritisch zijn. Wel, maar ja, als je kijkt naar wat er allemaal staat en wat denk ik ook de budgetten zijn en welke voetballers dat betekent ze willen komen voetballen, ja dan. Nou ja, ik vind het ook wel normaal dat je dan met z'n allen ambitie hebt. En ja, klopt wel, het DVS publiek is wel kritisch. Dat, ja. Dus ik weet niet wat was die laatste wedstrijd nou thuiswedstrijd. Dat we ergens een keer in de laatste minuut wonnen. Dat was Hoek? Nee, Hoek was 4-2. Hoek vonden we wel. Ja, dat was 4-2. Maar dat was dan gelijk spel op de laatste. Stedoco. Stedoco. Het was heel stil. Stedoco. Ja, op het laatste keer. Ja. Maar het was heel stil. Ja. En pas toen die goal viel, toen kwam het los. Ja. Dat is een beetje deze. Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. Hoe zou het komen dat ze zo kritisch zijn? Ja, geen idee. Ik denk toch dat DVS een behoorlijk oud publiek heeft. En ouderen zijn eigenlijk altijd wel een beetje kritisch. Hoe ouder je wordt, hoe kritischer je wordt. Ik merk dat om me heen ook. Ja, mensen die. Ja, jullie merken dat ook zo nu en dan. In de commentaar natuurlijk, in de WhatsApp. Ja. Een beetje zeuren en zo. Ja. Tegenstander. Groep is meer dan genoeg. Opa moet weg. Op die ouderen. Opa moet niet weg. Ja, precies. Ja. Nee, maar opa heeft het nog prima naar zijn zin. En opa die blijft jong met zo'n relatief hele jonge groep. Hoewel er ook nog een opa bij is. Jazeker. De opa van Milou. Ja, ja. Ja. Ja, zeker. Ja, dat is mooi, Piet. Ja. Hey, ik heb genoten van jouw slow motion extra beelden. Prachtig. Ja, dat was fantastisch. Dat was heel van Roemejong. Ja, ja, die trok de trucendoos even open. Ja. Ja, dat moet zeggen dat het mooi is geweest dat we dat zo konden neerzetten. En met dank aan Maarten eigenlijk en de camera die we zo konden gebruiken daarvoor. Ja. En eigenlijk daardoor het een paar klikjes op de knop was, om het zo te zeggen. En daar zit nog een verbetering in. Dus daar kunnen we zeker nog het moois mee gaan doen. Ja. Piet. Ja, mooi. Ja. Mooi. Ook weer een dingetje. Ja, André. Tel jij wat. Ja, André. Ik zag Piet die goed over die plastic zak heen stuurde. Ja? Net op de weg lag. Ik dacht dat het een beest was, maar even terzijde kunt u natuurlijk niet zien vanaf hier. Nee, ik heb het uitstekend naar mijn zin. Ja? Ik ben blij met DVS wat ik mag doen en wat ik vanaf de eerste wedstrijd die ik moest commentariëren was hier een oefenwedstrijd. En ik vond het allemaal wel een beetje eng. En je moet gewoon praten. Als je op tv wil, moet je praten. Ja. En ook een beetje afgekeken van Piet, maar iedereen gaat natuurlijk zijn eigen weg. En iedereen heeft zijn eigen stijltje, ook hoe je een wedstrijd bekijkt of hoe je een interview doet. Maarten doet dat op zijn manier, Piet doet dat op zijn manier, ik doe dat op mijn manier. Maar samen heb je daar wel een mengeling in, wat je net al zei, duur op de tafel, wat heel erg leuk is. Ja. En geniet. En de mogelijkheid die je krijgt om bij zijn vereniging te groeien in commentaar. Ja, precies. Die ligt jouw plafond ook hier. Ik heb een paar keer Fox al af te bellen. Zoals goed betaald, ik heb een geel-zwarte jas en wel een rood hart onder. Maar ze moeten toch net neerkomen, wil ik de DVS TV. Ja, we hebben Champions League. Dat is allemaal niks. Oké. En Maarten, jij bij jou op je werk, die baboes die beginnen natuurlijk nu te lopen, hè? Nou, de stints. Nou, het is fietsen. Maar het gaat heel goed. Ja, ik werk bij Baboe inderdaad, een jaartje. En ik ben marketeer, dus ik zorg dat we steeds meer mensen Baboe leren kennen. Dat doe ik met veel plezier. Dus verkopen die dingen in 22 landen.
Ja. Dus dat is wel echt enorm. Veel groter dan wat veel mensen denken. En ja, dat is gewoon heel, heel leuk werk. Het is wel heel mooi dat je de ervaring van jouw werk mee kan nemen bij DVS TV. Maar ja, dat doe ik eigenlijk al de afgelopen jaren eigenlijk altijd al wel. Profiteren we van. Ja, daar profiteren we. Ik vind het ook leuk. Ik bedoel, DVS is gewoon mijn vereniging. En ik vind het heel leuk om... kijk, we hebben de afgelopen jaren ook heel veel gekke, leuke, ludieke dingen gedaan. Ook daar zijn we wel uniek in. En dat vind ik wel heel erg leuk om, om ervoor te zorgen dat, dat meer mensen... dan op de Veluwe DVS leren kennen. Ja. Heb jij naar aanleiding van je tijd op de Boerenkolen op die 5 kilometer al een uitnodiging gehad van Bert van Huurenstein voor de A-selectie of niet? Nou ja, als ze gaan uitlopen dan kan ik meedoen, maar ja, ik denk dat ik ik denk niet dat nog gaat lukken om, om met het eerste mee te... Je hebt wel een aantal jaren bij tweede meegespeeld, toch? Ja, ik heb een jaar of 6-7 echt in de tweede gezeten, maar ik was gewoon een degelijk voetballer, een beetje Frank van den Burg. Ja. Ik nam ook wel eens een bal aan en die schiet er ook van mijn voet. Of ik schiet hem ook eens over de zijlijn. Maar net zo'n sierlijke voetballer als Frank. Ik schakel ook wel mijn man uit. En niet altijd met heel veel beleid, maar meestal ging dat wel oké. Ja, oké. Okay. Wouter, heb jij eigenlijk gevoetbald of niet? Nee, ik heb niet gevoetbald. Nee. Wat dan? Wel een sport gedaan? Ja, ik heb kickboksen. Nog een keer atletiek gedaan. Verder tijd terug en wielrennen vind ik leuk. Ja. Fietsen nu wat minder, nu is het wat meer hardlopen, maar wel een beetje proberen bezig te blijven. Ja. En thuis hardlopen natuurlijk, hè? Ja. Voor Bilou en vrouwlief. Alle kanten op, ja. Lief zijn, hè? Ja, zeker. Gaat goed? Opa zit achterin, hè? Dus, Opa houdt de boel wel in de gaten. Ja. En opa, heb jij eigenlijk gevoetbald, Lex? Nee, nooit gevoetbald. Nee? Nee, je vindt er ook niks van, hè? Nee, ik vind er ook niks aan. Dat dacht ik ook als ik die beelden zo zie, denk ik van die gozer die heeft zelf niet gevoetbald. Nee, heel goed. Niks al of niks ook. Maar... En denk je nog dat er spelers gaan vertrekken of dat er nog, heb je nog spelers waarvan je zegt, nou, die zouden eigenlijk de DVS moeten voetballen? Ik ben zo benieuwd wat die gymnastieker van Groevenbeek gaat doen. Ja, hè? Ja. Pilon. Ja. Ja, maar ja, die werkt Groevenbeek. Ja, zal vast wel een andere club komen met meer geld. Maar ja. Ik weet niet in hoeverre hij die band met Bert belangrijk vindt of met een ander. Maar dat moet toch niet een item zijn, denk ik. Huh? Weet ik niet. Ik denk wel, hij natuurlijk wel, want hij zat bij Roda, toen naar Putten, toen naar GVV, toen naar Spakenburg. Dus hij is op zich wel gewend om te switchen. Ja. Je zegt het netjes. Ja, dat bedoel ik. Maar, ja. Wat is al geweest? Lex, hoe is jouw interesse gekomen in dat camerawerk? Deed je dat al eerder? Ja, nou ja, goed, ik was natuurlijk altijd wel met de camera bezig, maar het was meer privé. Oh. Ja. Oh, dat was het. De kinderen, hè? En, nog erger. Oude gymnastieker. Nou, jij hond maar. Wacht even, hallo. Het is mijn tijd, hè? Hallo, ja. Dat is al een jaar, Piet. Ja, Lex. Hoe ben ik in aanraking met voetbal gekomen? Ja, door Remco Aris. Ja. Die zijn kinderen voetbalden allebei bij Hierde. En nou ja, zo ben ik een klein beetje erin gerold met de jeugd. Ja. Toen ben ik met Remco meegegaan naar DVS toe. Ja. Daar heeft hij de C1, was het toen nog, getraind. Ben ik met hem meegegaan, heb ik daar ook de jeugd van DVS gefilmd. En uiteindelijk werd hij assistent trainer bij het eerste elftal. Ja. Heb ik een tijdje daar gefilmd, eerste elftal. Ik was nog aan de overkant van het veld. Met videobanden deed dat? Ja, dat was toen nog met videobandjes. Daar waar het zo stil is, zeg maar. Ja, ja, zeg maar aan de overkant. Oh, daar. Ja. Ja, daar. Nee, ja. Daar, ja, precies. En uiteindelijk weer terug naar hier toe. Nou ja, goed, daar vijf seizoenen gefilmd. Ja, en nu uiteindelijk weer terug naar DVS. Ja. Ik vind wel alleen, we moeten nog even zorgen dat volgend seizoen de businessclub gewoon een budgetje opneemt. Een ruim budget. Ja. Om ons ook een beetje af en toe vakantie te kunnen sturen. Een trainingskamp. Ja. Ja, moeten we dat niet eens gaan aanslingeren, dat we een trainingskamp gaan doen? Wat, oh man, ik ben zo jaloers. Zelfs SSC Putten, joh. Volop in de zon, heerlijk aan het trainen. Algarve. Algarve, ja. Nou, ik
vind Amerika wel wat. Miami. Oh, dat is Ajax, ja. Dat is ook wel leuk. Dat mag niet zo laag zijn als je nee, dat joh, wil, hè. Nee, joh. Wel even lekker weg. Even helemaal weg. Ja. Maar ik ben benieuwd. Ja, we moeten gewoon een periode pakken volgens mij. Maar even, Nou, dat is... Periode ja. Sowieso. Maar ja, welke periode? Nu heb je natuurlijk een periode met Quick Boys en Noordwijk erbij. En als dat dezelfde uitslagen worden als de eerste wedstrijden, dan kun je die periode alweer vergeten. Yes. Maar goed, daar gaan we niet van uit gewoon. Ik denk dat je hem de laatste overpakt. Moro, die kan er ook wel een poepje van hoor, toch? Jawel, ja, absoluut. Moro, ik maakte toch even een foutje om te vragen waar zijn ouders zijn. Daar bied ik even mijn excuses voor aan, want dat is heel dom. Dat moet je tegenwoordig niet meer doen, Maarten. Hè? Dan zeg je dat ik er... Nee, ja, volgens mij was het een heel leuk gesprek. Maar ja, dan heb ik je ook. Je vraagt ook niet aan Frank van den Burg waar zijn ouders vandaan komen. Ja, precies. Maar, dat is ook dat maakt niet uit. Je deed hartstikke leuk. Dus, ja. Maar ik ben dan ook oprecht benieuwd waar die vandaan komt. Ja, weet je wel, naar aanleiding van zijn naam. Dan denk ik Soufiane, Tunesië, Marokko. Nou, zo. Nou, weet je, daar komt het dan vandaan. Oké. Okay. Maar goed. Super duidelijk. En vanmiddag moet jij drummen, Piet? Ja. Ja. Vanmiddag gaat de beuk erin. Ja. Inderdaad, drummelen. Dat is ook wel een passie van je. Waarom doe je dat nooit bij DVS? Ik gewoon met zo'n trommel op de tribune. Ja. Beetje sfeer. Sfeer. Ja. Ja. Ik heb het wel een keer gedaan toen de jeugd ermee bezig was. En toen heb ik ze even een ritme proberen bij te brengen. Met we will rock you. Van Bohemian Rhapsody. Zijn jullie daar al geweest? Jazeker. Hey, mooi hè? Ja, fantastisch. Oh, wat een film. Ja. Ongelooflijk. We gaan even een rondje rotondes doen, jongens. Oh, dat is ook een beetje herkenbaar voor het DVS TV-publiek dit. Ja, nog even één klein extra rondje. Rij in de goede buurt. Ja, 60er jaren muziek. Ja, dat is natuurlijk mijn tijd. Ik ben eerst begonnen met Nederlandstalige pop. Ik heb heel veel op scholen muziektheaterstukken begeleid met onze band. En dat vond ik fantastisch om te doen. En later zijn we als Nederlandstalige popband verder gegaan, net niet doorgebroken. Wel een EP'tje, dat vier nummers staan daarop. Die lag wel bij Frits Spits op de draaitafel. Dat is net niet doorgebroken. Het was een beetje in de tijd van Doe Maar en Het Goede Doel en zo, weet je. Ja, ja. Dat soort jongens. Maar wat niet is, kan nog komen, Piet. Ja, man, wie weet joh. Ga ik nog eens een keer aan The Voice Senior meedoen of zo? Ja. Nummertje van Elvis. Leuk, ja. It's now or never. Ja. Ja. En jullie hebben niks met muziek, hè? Nee. Vreselijk. Heel eenzijdig leven hebben jullie eigenlijk, hè? Wacht even. Muziek is wel belangrijk. Huisvaders. Huisvaders. Opa's. Hè? Opa's. Ja. Nee, muziek, tuurlijk. Muziek is belangrijk, Piet. Ja. Daar kan je alles uithalen. Muziek is emotie. Hebben jullie nog suggesties voor Rij mee met DVS TV? Een van de volgende klanten. Ja. Rij achteruit mee. Martijn van Panhuis, Joop Thomassen. Voor mij ga je nog een keer met de dames op stap. Martijn van Panhuis. Tienis. En moet ik hier links? Moet niet. Ja. Maar... mag wel. Ja. Wie nog meer? Ik denk, Johan Amstra wilde nog een keer. Ja, plagen. Johan. Ja, dat is leuk. Beetje kritiekaster. Heel goed. Die oude gymnastieker. Die weet je wel die. Ook een paar spelers van het eerste. Ik heb met Roald en Basiel heb ik eigenlijk ook nog wel even een basisafspraak. Oké. Ja. Ja, ook leuk. Ja. Die hebben die allebei bijgetekend? Een paar meiden ook nog, hè, van het eerste. Wat zeg je? Een paar meiden van het eerste. Ja. Die de Giessen, die zijn binnenkort ook aan de beurt. Ja, die spraken wij nog. Ja. Die had heel veel zin. Ja, ja. Wel een keer een liedje mee zingen. Ja. Dan moeten ze even thuis opnemen, want ik heb hier niet het moderne materiaal in mijn auto. Wat zeg je me daar, Piet? Hoe kan dat nou? Ja, dat is ongelooflijk. Zo, we zijn er weer bijna, jongens. Jongen, wat ging dat toch snel, hè? Ja. Snel. Het is, Nou, bedankt. Ja, voor de aandacht. Super. Ja. Ik vraag zelfs nu dan ook wel wat aandacht. Maar ja, goed. Dat zit nog helemaal in mijn aard. Dat krijgen we er niet meer uit. Nee, dat krijg je er nooit meer uit. Dat is niet erg. Goed jongens, wat een heerlijk weertje. Ja. Nou, over een week dan gaat de winter van start. Oh, is het zo? Dan gaat de oude weer schaatstochten doen. Toertochten. Kijk aan. Naar Elburg, naar Kampen.
En weer terug. Maar mooi. Gaat het vriezen dan? Ja, het gaat vriezen volgende week. Ja? Ja, mooi. Het komt best wel eens tegen Eemdijk. Ja, echt waar. Zit ik in Egypte? Ja. Ja. Vervelend. Ja, precies. Piet, komt jou. Oké, boys. Bedankt. Bedankt. Hey, en succes, hè? Ja. Jo, hè? Houd DVS TV omhoog. De eer. Zo. Ongelooflijk. Nou, dat is een beetje de tv-groep. Ik hoop dat jullie kijkers allemaal hebben genoten. Je weet er een beetje meer van. Wat voor jongens zijn het en wat doen ze allemaal eigenlijk. Ik geniet er wel van die groep. Heerlijk.